Halleluja. Gott segne, liefde mensen, liefde broeders, liefde zusters, gelovigen in de Heer. Ik groet u allemaal in de wonderbare naam van ons Heer en Heiland, Jezus Christus. Ook vandaag wil ik u bemoedigen met een kort woord, een woord welke God op mijn hart gelegd heeft. Broeders en zusters, vandaag wil ik het u vertellen. Voor zij die jaren bekeerd zijn, maar ook u die pas bekeerd bent, weet één ding, dat wij in Jezus Christus gezegend zijn met alle hemelse zegeningen. We zijn gezegend met alle hemelse zegeningen. U kunt het lezen in Efeziërs 1 vers 3, waarin duidelijk staat aangegeven hoe gezegend wij zijn. Velen leven hier op aarde. Ze leven hier op deze aardbodem. Ze zijn in Christus. Ze geloven in de Heere Jezus Christus. Maar omdat ze bepaalde zaken missen, ze weten niet wie ze zijn, dan leef je een leven van een bedelaar, zoals ik het in een eerdere aflevering heb aangegeven. Je leeft als bedelaar, terwijl je gezegend bent, terwijl je rijk bent in Christus. Dat is de sleutel. In Jezus Christus zijn wij gezegend met alle hemelse zegeningen. Broeders en zusters, ik moet u ook één ding vertellen. Als we een vergelijking moeten maken, dan is het eerste wat ik te zeggen heb. De wereld zegt dat ze veel heeft. De wereld heeft zoveel te bieden. Maar één ding weet ik. In Christus hebben we alles wat we nodig hebben. Ik ken ook het verhaal van Jacob en Esau. Jullie weten, Jacob had in samenwerking met zijn moeder Esau bestolen van het eerstgeboorterecht. Ik ken het verhaal, u kunt het allemaal lezen in het boek Genesis. En deze Jacob moest vluchten voor Esau. Hij heeft jaren gewoond bij zijn oom en hij heeft, in die tussentijd is hij getrouwd met twee vrouwen. En toen hij na jaren terugkwam, hij kwam na jaren terug en toen hoorde Esau dat hij zou komen. En wat deed hij? Hij heeft geschenken, heeft heel wat zaken gestuurd via een boodschapper die vooruit is gegaan om een Esau tegemoet te gaan en hem het een en ander te geven en te schenken. En er zijn twee belangrijke uitspraken die we mogen missen. Misschien heeft het gelezen, maar heeft het gemist. En dit kunnen we lezen in Genesis 33 vers 9 tot en met 11. Waar er staat aangegeven vanaf 9. Maar Esau zeide, luister goed wat deze Esau zei. Hij zei, ik heb al veel. Ik heb al veel, mijn broeder. Wat jij hebt, blijf het uwe. Wanneer we in 10 lezen, dan lezen we, doch Jacob zeide, geen zins, indien gij mij genegen zijt, neem dan mijn gave uit mijn hand. Omdat ik uw aangezicht gezien heb, zoals men het aangezicht Gods ziet. En gij welgevallen aan mij gehad hebt. En luister goed wat er staat aangegeven in vers 11. In vers 11 dringt deze Jacob erop aan. Hij zei, neem toch mijn geschenk dat u gebracht werd. Want God, let wel, God die hemel en aarde geschapen heeft, is mij genade geweest en ik heb alles. Dus deze Esau zegt, ik heb veel, ik heb al veel. Wat van u is, is van u. Maar deze Jacob zegt, God is me zo genadig geweest. Hij is me zo genadig geweest. Ik heb alles. En weet je, het is altijd goed om vertalingen te vergelijken en na te gaan wat er in andere vertalingen gezegd wordt. Ik heb de New International Version, de Engelse vertaling, heb ik opgehaald. En daar staat er iets bijzonders. Er staat er in 11b, God has been gracious to me, and I have all I need. Let wel, de wereld zegt, ik heb veel. Esau zegt, hij heeft veel. Maar in Christus Jezus, want dat zegt Jacob. Jacob zegt, God is me zo genadig geweest. Ik heb alles wat ik nodig heb. Dat is het, lieve broeders en zusters. In de wereld zeggen ze, of ze denken dat ze veel hebben. Maar in Christus hebben we alles wat we nodig hebben. Weet je, als ik nu een specificatie moet maken wat we
alam mal in Christus hebben. Laat mij u hier aan herinneren. In Christus hebben we het eeuwig leven. 1. 2. In Christus hebben we alle beloftes van de Bijbel. In Christus, wanneer u Christus aanneemt in uw leven als uw Heer en Heiland, dan zegt de Bijbel, dan hebt u de Heilige Geest ontvangen. En de Heilige Geest is God Himself. De Heilige Geest is onze onderrichter. Hij is degene die ons de weg zal wijzen. Dat is de rijkdom die u en ik hebben in Christus Jezus. Dus, weet wat je hebt in Christus, lieve broeders en zusters. Weet wie u bent in Christus. Het gaat per slot van rekening niet om u, maar het gaat om wie u in u heeft, wie u aanhangt. Amen. Ga dus niet zitten schreeuwen en zitten vechten tegen een verslagen vijand. Tegen een verslagen Satan, maar houd stand. Efeziërs 6, vers 11, wij moeten weerstand bieden, wij moeten stand houden tegen de verleidingen, tegen de leugens van de vijand. En wij moeten ons uiterste best doen, lieve broeders en zusters, om in de overwinning te blijven. En uw overwinning is niets anders dan uw behoudenis. Het is belangrijk, broeders en zusters. Geliefden, de duivel is een verslagen vijand. De Bijbel leert ons ook, wij zijn meer dan overwinnaars. We zijn meer dan overwinnaars. Maar u moet het niet alleen zeggen met uw mond. U moet het ook geloven. En u moet ook ernaar leven. U moet ook die stappen ondernemen naar overwinning. Want u bent reeds de overwinnaar. U bent meer dan die overwinnaar. Weet u wat dat allemaal betekent, broeders en zusters? Jezus Christus heeft de vijand, heeft de duivel aan het kruis verslagen. En in Colossenzen 2 vers 15 staat er, hij heeft hem ontwapend van zijn macht. Hij heeft hem ontwapend. Al zijn wapens die hij had, hij is ontwapend. En openlijk heeft hij over hem gezegevierd. Amen. Wauw, dat is zo geweldig. De duivel heeft dus geen power meer. Hij heeft geen macht, hij heeft geen kracht. Hij is niemand. Maar hij is wel het enige waarin hij heel goed is, en dan mag je dit opschrijven, broeders en zusters, de duivel is goed in het liegen en in het verleiden. Want niet voor niets staat er in Johannes 8 vers 44, dat de duivel de vader is der leugen. Dat is de enige manier dat de duivel je kunt misleiden. Dat is de enige manier. Verder heeft hij geen kracht, verder heeft hij geen macht meer. Wanneer er mensen zeggen, de Satan heeft me verleid, wanneer mensen zeggen van, door de Satan ben ik en heb ik gezondigd. Laat mij u één ding zeggen, broeders en zusters. Ik geloof wel dat er machten zijn, dat er krachten zijn, demonische activiteiten zijn die u gaan verleiden, die woning gaan maken in uw leven. Maar per slot van rekening gaat u een keus moeten maken. U gaat het moeten doen. Wanneer u naar de rechter gaat, if you got crew to, je gaat de rechter niet kunnen zeggen, die demon heeft ervoor gezorgd dat ik gestolen heb. Nee, jij hebt het gedaan. Maar je gaat voeren. En daarom zal u moeten betalen. En ik zeg één ding, broeders en zusters. De duivel heeft geen macht meer. Maar u moet het weten. U moet uw plaats innemen. Dus misschien gaat de duivel u lichamelijk aanvallen. En je doet geloven dat je ziek wordt of ziek bent. Maar je moet weten wat de Bijbel zegt over je lichaam, over je ziekte. De Bijbel zegt, door de striemen van Jezus Christus bent u reeds genezen. Er staat niet, u bent genezen. U bent reeds genezen. Dit kunt u lezen in Jesaja 53 vers 5. Dus bestraf de duivel. Bind elke macht van ziekte en herinner hen eraan wie u bent. Herinner hen eraan dat door de striemen van Jezus u genezen bent. Misschien leidt u gebrek. Misschien wordt u aangevallen door een kaalvreter. Wat u ook doet, u bent niet succesvol. Broeders en zusters, laat mij u nogmaals hieraan herinneren. De Bijbel zegt, de Heer gaat in al uw behoeften heerlijk voorzien. Amen. Dat staat in Filippenzen 4 vers 19. Maar u moet het weten. Broeders en zusters, ik wil u bemoedigen met dit woord van de Heer. Laat de duivel u niet als speelbal nemen.
Laat de duivel u niet voor schut houden. Laat de duivel u niet pakken en misleiden. En laat de duivel niet voor je liegen zodat je in geloof wankelt. Want dat is wat hij doet. Hij gaat dingen influisteren van, hey broer, dit en dat. En dan ga je twijfelen. Gaat God me inderdaad genezen? Gaat God me inderdaad een doorbraak geven? Lees de Bijbel. Heb kennis van het woord van God. Vraag God om je te openbaren. De vele beloftes. God belooft u behoorlijk veel. Maar als u de belofte van de Heer niet kent, dan heeft u een probleem. Dan gaat u leven als bedelaar. U weet niet wat u heeft. U weet niet waar u bent. U weet niet wie u bent. U gaat een leven leiden van gebrek, van pijn, van ziekte. Maar dat hoeft niet langer meer, broeders en zusters. Omdat ik u hieraan wil herinneren. Ken uw plaats. Ken uw plek. De duivel heeft geen macht meer. De duivel heeft geen power. De duivel is een leugenaar. Hij liegt. Amana Leman. Hij is de grootste leugenaar die bestaat. En hij gaat u misleiden. Hij gaat u verleiden. Maar u gaat een keuze moeten maken. Het woord zegt, bied weerstand. Dan zal hij van u vlieden. Dat is de belofte. Dat is wat er gaat gebeuren als u weerstand zal bieden. Dus broeders en zusters, tot slot zeg ik, sta op de belofte van de Heer. 2. Neem je plaats in en leef elke dag een leven van overwinning op overwinning. Jezus Christus houdt zoveel van u. Tot slot wil ik ook een gebed uitspreken aan degene die overweldigd worden door demonische activiteiten. Misschien bent u ziek. Misschien zegt u van, hey, ik heb gebed nodig. Waar u bent. Ik geloof dat wanneer u in geloof dit gebed wat ik ga uitspreken aanneemt, dat God een groot wonder zal doen in uw leven. Neem uw plaats in, neem een biddende houding en laten we God danken. Alvast danken voor uw doorbraak. Vader, dank u wel, Heere God, voor uw liefde, voor uw trouw. Dat wij gezegend zijn met alle hemelse zegeningen. Heere, dat door uw striemen, Heere God, wij zijn genezen. Dat u heerlijk voorziet, Heere God, in alles, Heere God, wat wij van nodig hebben. Zo bid ik, Heer God, voor de kijker. Hij of zij die op dit moment naar dit programma luistert. Hij die zijn handen uitstrekt, Heer God, om herstel en genezing te ontvangen. Ik bid voor doorbraak. Genees, Heer God, uw volk. Raak hen aan. Zij die geloof hechten aan uw woord, Heer. Zij die weten, Heer God, wie zij zijn in u. En als ze niet weten, Heer God, open hun ogen om te zien wie zij zijn in Christus. Wanneer ze weten, Heere God, wie zij zijn in Christus, dan zullen ze nimmer meer een leven leiden van gebrek, een leven van pijn. En ik bid, Heere God, ook voor hun belijdenis, Heere God, dat ze zullen belijden dat Jezus Christus is Heer. U bent de weg, u bent de waarheid en het leven, Heere God, Vader. Niemand, Heere God, komt tot u dan door Jezus Christus alleen. Dank u wel. Halleluja. Dank u wel dat u, Heere God, doorbraak zal geven en doorbraak hebt gegeven. In Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, ik ben dankbaar dat ik u hiermee heb mogen bedienen. Laat dit woord u extra aanmoedigen. Geef niet op. Geef nooit op. Ken uw plaats. Beleid het woord van God. Als u wat informatie nodig hebt, als u gebed nodig hebt, u gaat een nummer zien, stuur een appje naar dat nummer. We hebben een gebedsgroep. We zullen voor u bidden. We zullen speciaal voor u bidden, omdat ik weet dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Waarom? Omdat er daaraan kracht wordt verleend. Ik groet u allemaal in de wonderbare naam van ons Heer en Heiland. Groetjes, love you en laat de Heere, voornamelijk de Heilige Geest, u in alles leiden. Gods woord leert ons, ken hem in al uw wegen. Spreuken 3 vers 5, dan zal hij uw paden recht maken. Ken hem in alles. Amen. Ik groet u in de wonderbare naam van ons Heer en Heiland, Jezus Christus. God loves you. Bye bye. Dank u wel voor het willen kijken naar dit programma. Wij hopen dat dit u tot zegen mag zijn en dat u anderen ook hiermee kan zegenen. Laat zo uw licht schijnen, want Jezus komt spoedig. Tot ziens en God zegen.